Hallo, leuk dat je kijkt deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we eens een keer een andere game spelen dan wat we normaal spelen. Dit spel heet dus Planet Nomad. Het heeft laatst weer een hele grote update gekregen, dus ik dacht van ja, laten we het eens gaan spelen. Of ja, weer gewoon gaan spelen. Ja, het is sinds 2016 was het al uit, heb ik gehoord. Alleen ja, er zaten nogal wat bugs in de game. Maar zoals ik, wat ik nu mee heb gemaakt al, want je zag ik heb al 11 uur of zo in het spel zitten, dat het spel toch aardig goed is geworden. Het leukste is natuurlijk dat je dus van verschillende planeten naartoe kan en dat moet je ook per se doen. Anders ja, werkt die ook gewoon niet de game. Ik heb ondertussen heb ik dus al een extra schip erbij. Ja, daar zijn we dan. En ik ben hier dus bezig om een base te bouwen. Het is wel zo dat ik nu dus eigenlijk nog een extra accu hierbij moet gaan zetten. Dus daar ben ik dus voornamelijk mee bezig. Om zo dus ervoor te gaan zorgen. Moet ik naar technologie. Dan moet ik hier naartoe. Hier naartoe. Om te zorgen dat we de nacht ook kunnen overleven. En dat dus in de nacht ook alles door blijft gaan. Omdat ik heb alleen nog mijn zonnepanelen op het dak staan. Kijk, dat is... Gemasterized vermeerd en gecondenseerd koolstof. Dus dan moeten we hier naartoe. Neer naar de refinery. Nou, gooien we deze erin. Zeggen we dat die aan mag gaan. We hadden er 60 nodig, maar ik weet niet meer hoeveel we dan hebben. Wacht, ik kan even kijken. 10. Bij 50 zet ik hem al stop. Dus nu, ja, 1 erover, jammer. Ja, en dan hadden we dat beveriet nodig ofzo. Komt deze ook weg. Hier hebben we nog wat puren. En de stroop, dat verkopen we straks wel. Ah, hier heb ik er maar 10 van. Maar hoeveel heb ik daar nodig? Zet, klik, klik, klik. Oh, ik heb er 100 nodig en van die andere heb ik 60 nodig. Ja, ik kan beter, kan ik... Zo, dan zetten we maar gewoon aan. Dan stopt die gelukkig op tijd. Oh, die hier naartoe. Dan moeten we hier even wat nieuwe van maken. Ik heb hier 120 van nodig. Want het... Oh, het is 1 op 1. Wacht. Oh, wacht, dat is deze, maar die andere niet. Die andere zal dat weer niet zijn. Kijk. Dus die maakt er nu 61. Top. Nou hebben we straks nog een extra accu staan. Maar verkoop ik ondertussen wat. Zien jullie ook hoe dat gaat. Even kijken. Dit hebben we allemaal nog nodig. Deze hebben we dan weer niet nodig. Deze hebben we ook niet nodig. Kattenlever hebben we ook niet nodig. Vieze stukken hebben we ook niet nodig. Hiermee kan ik weer nieuwe resource dingen vrijspelen. Dus die gaat ook niet weg. Een grote kist. Hightech componenten. Ja, ik heb dat nog niet. Die hightech componenten. Dus die kan ik weggooien. Kijk, is er nog iets dat ik dus kan kopen hier? Maar er is hier verder niks dat interessant is. Is hij ondertussen klaar? Ja, hij is klaar. Dan, hop, hop, hop. Accu erbij. Dan hoop ik dat ik eigenlijk de nacht kan doorkomen zonder dat ik problemen krijg. Dus wat koper omsmelt. Ik heb volgens mij nog wel koper in mijn inventaris of niet? Ja. Koper. Nou, gaan we dat even omsmelten. Wat gebeurt als ik uranium? Oh, dan krijg ik weer dat. Koper.
En anders gaan we daar gewoon nog wat kopen halen. Als het niet voldoende is. Maar ja, goudklompje kan ik ook weer terug naar... Tot normaal. Wacht, waar zit die? Hier heb ik goud zitten en hier... Kijk, hier kan ik ze dus analyseren en dan krijg je dus weer spullen voor. Waar heeft hij ze neergezet? Hij heeft ze in mijn eigen inventaris gestopt. Ja. Access suit, oké. Access suit, oké. Hopelijk kan ik ze nou wat meer bij elkaar houden alles. Wat is dit? Wapen met energieprojectielen. Ah. Ja, die kan ik nog niet verder installeren. Maar... 30. Dan maak die. Dan maak... Die samen. Die. Dan gaan we naar mijn ruimteschip. Pakken we de warp. Oké. En nou kunnen we dus weg. Kunnen we gaan warpen. Dus hoppakee, daar gaan we. Zijn een beetje uit aan de kant. Openen we dit menuutje. Noodwarp. Oké. En daar wil ik dus niet naartoe. Oké, daar gaan we. Oké. Dit is warp nummer 2 volgens mij. Ik heb mijn hoofd gezegd. Ja, dit is warp nummer 2. Die we doen. Veel sensuele activiteit. Oh, top! Werk wel gewoon mee, joh. We doen niet moeilijk. Nou, het is nogal een kale planeet.
Hé, hey, er zit daar een onbekend gebouw. Laten we daar eens kijken. Nee, niet interessant. Niet interessant genoeg om te gaan wonden. Oh, je kan dus ook harvesten vanuit de lucht. Top. Moet deze nou misschien naartoe zetten, ja. Aha, dat gaat inderdaad ook. Verzamelen dit, ja. Dat is niet wat ik zoek. Oké. Okay.